Mijn naam is Jenny Dramat. Ik was geboren op Bizra Vier, daar nabij Hermanus. Ons huis zit zo alleen in het pad. Mijn ma had op die plaats gewerkt, mijn oma had de hele enkje van ons afgebleven. Maar ik had naweek naar mijn oma doorgaan. Zij had één zin gehad, zijn naam was Adam. Hij is een groot dam voor haar huis. Als het erin, dan loopt je water tot binnen naar kombuis. Adam's werk was geweest om water te tappen. Maar in die dam was een rots geweest. Niemand wil mij gloeien, maar ik weet wat ik gezien heb en ik weet wat ik weet. Adam heeft die avond gaan water tappen en Adam is die teruggekomen. Maar ik heb al gevoel als het warm is in de zomer en als ik zit bij de kant, dan zit ik mijn voeten in het water. Dan voel ik een vis onder mijn voeten. Maar niemand wil me gegloed hebben. Die oude mensen hebben ons gezegd, ach, dat is boel. Maar niet boel praten. Maar ik heb dak gehouden als iets in het water, maar niemand wil me gegloed. Tot één aan, toen zit ik achter een bosje. Toen zie ik die mooi vrouwmens. Met die lange haren, wat zo blink. Zit een kamme haren op die rots. En één aan, toen gaan mijn oma's zien gaan watertappen. En hij is teruggekomen en mijn oma had gezegd, hij is zeker maar gaan bandstampen. Maar hij is teruggekomen en die next ochtend toen lei op die damse wal. Met zijn twee emmers laans om. Nou, als hij met de hartinfarct gekregen zou zullen zeggen, hoe is hij in die water gekomen? Hoe is hij op die damse wal gekomen? Dat het was al die mensen vragen, maar niemand wil me gloeien. Ik zei van hulle, daar is een man met onder die rots. Maar niemand wil me gloeien. Tot op een aan toe droom ik. Laat die man met van mij zeggen, ze gaat mij komen halen. Toen trek ons van die plaats af, na mijn ma's sterfte trek ons van die plaats af. Toen raak mijn oma ziek. En mijn oma zei van mij, Anneke, hij had mij genoemd Anneke, Anneke. Moet niet weer terug naar die dam toe, nie, want die mermaid gaan jou komen halen. Toen zei ik, maar oma, hulle gloe my dan nie, daar is een mermaid. Toen zei sy, maar ek sê vir jou, moet nie terug gaan nie. Want ek het gedroom, sy sê vir my, sy gaan jou komen halen. Maar ek was nooit weer terug gewees, want hulle sal die dam leeg gepomp het. Maar omdat ons weggetrek het, daar weet ek nie wat gebeur het. Bestaan die dam nog? Of wat nie, maar ons huisie staan nog daar. Dat is een baie mooi plekje geweest. Ons het ver geloop school toe, die school zijn naam is Diepgat. Kleinskoelkie in die pad, alles het in die paaien gezet. Maar ons het ver geloop. Ek het nie geweet, dis 'n meerminne tot die juffrou vir ons vertel het van die meerminne wat die mense kom haal onder in die water en as hulle nie kan lewe nie, bring hulle weer op. En die next dag, die aand, toe denk ek maar nou, dan is daar mos 'n meermin wat ek gesien het. Toen zei ik van oma, oma, daar is een meerman. Oma zei, ach, wat man. Zij weet niet wat je praat. Maar toen wijzen je voor ons prankjes, toen zal ik zien, maar dat is een meerman. Wat heb jullie aangenomen? Watervrouw? Ja, ons het gezegd, waternoentje. Die waternoentjes. Die juffrouw het ons verteld, als ze komen half voor jou boe, om maatjes te krijgen onder je water. En als je niet kan leven onder je water, dan brengen ze jou weer op. Nou, baie mense wat my gevraagd het, wat ook een beerman in die dam. Toen zei, dat is een andere vrouw wat zei, maar als omdat die zo nabij die zee is, want het is omtrent nabij Hermanus. Want ons zee was Hermanus wat ons naartoe gaan, wat die boeren ons naartoe vatten, was Hermanus. Zo, iwers moet sy deurgekomen, of het was zeker een huis geweest, ik zal nie weet nie. Ik was ook maar klein, maar ik kan baie onthou. Ik had net partij aan dat ik net gehoord zoals iets wat plaks in het water, zoals een wat duik in het water. En, maar als ik buiten kan komen, als ik ga kijken of onderdeur staan, dan zie ik niks. Maar één aan toen zie ik, laat ze net om die rots gaan, toen zat net haar haren wat zo blank, wat ze zo om die rots gaan. Toen roep ik van oma, maar zodra ze uit van de oorzaak had gezien, dan verdwijnt zij. Zij verdwijnt baie gauw. Maar één aand dat ik haar pront had gezien wat zij haren gezet, dat kwam het op die damse, op die rots. Die Adam, heeft hij voor die tijd enige contact met haar gehad? Ik denk, je hebt van mij op verteld dat hij iets gedroomd of hij voor een gevoel gehad? Hij heeft van mij gezegd, hij was bij oom mij geweest en ik was bij oom. Toen zei hij van mij, Anneke, mijn vrouw gaat mij komen halen. Ik zei van hem, zij die vrouw niet man, zij is oud. Je hebt nog nooit in je leven vrouw gehad, want je hebt kunnen. Toen zei hij, ik zei van jou, mijn vrouw gaat mij komen halen, één van die dagen. En toen dat moet omgebeuren, toen denk ik, hij heeft van die vrouw gepraat. Hij heeft van die meerman gepraat, van die waternontje gepraat, dat voor hem kon halen. En zij heeft hem komen halen, maar like, van mij, hij heeft het niet gemaakt. Toen brengt ze hem weer op, want hij heeft mooi netjes geleid met zijn 2 emmers laans aan hem. Zo als hij met de harten van gekregen, moet mensen gekomen om voor hem uit te gedijken, maar hij is dan teruggekomen. Zo zij heeft hem gevat en maar weer teruggebracht. Maar ik zal niet weten, want ik heb niks weer aan nagehoord. Hij is begraven. En mijn oma is dood, mijn pa is dood, mijn ma is dood, mijn broer is dood. Ons is net een klomp zusters bij elkaar. Mijn zusters wil mij niet eens geloven, maar... Zo, ik weet niet, dat is maar mijn story.